Want wat is uw eerste reactie? Nou, dat het een onvoorstelbare schok is. Het is een persoonlijk drama, dat in de eerste plaats. Hij laat een gezin achter. Maar het is ook een schok voor onze samenleving. Omdat het slachtoffer zijn beroep uitoefende. En dat is een heel belangrijk beroep in onze rechtsstaat. En dat moet hij veilig kunnen doen. En deze moord is een schok. Werd hij beveiligd, weet u dat? Er wordt denk ik op dit moment allerlei onderzoeken gestart en gedaan. Daar ga ik me nog niet over uitleggen. Heeft u het idee dat u het nog in de hand heeft? Onze lokale samenleving, ja, we hebben het idee dat we het in de hand hebben, maar dit is wel een gruwelijk incident. Het lijkt me niet goed om er meteen heel algemene conclusies aan te verbinden. Wat zou er wel moeten gebeuren op dit moment volgens u? Het onderzoek moet plaatsvinden naar de achtergronden en naar de dader. En daarna nemen we beslissingen. Wat komt er een extra beveiliging voor de andere advocaten die Nabil bijstaan? Ook dat wordt op dit moment overlegd. Daar kan ik nu nog geen uitspraak over doen. Ik ben hier op dit moment vooral om aan de buurt te laten zien dat wij meeleven. En dat wij, net als zij, het een verschrikkelijke schok vinden.